Hoi, Hallo. vriendjes, kijk, dit is een nieuwe video bij mij staan. En wij hebben vandaag een zaak vol met spulletjes gekregen. Wij gaan vandaag een zak eigenlijk inboxen en er zijn allemaal spulletjes in. Dus we gaan beginnen. Het eerste ding is. Dat is echt cool. Dat is van die slijmballetjes. Ik ga ze nu open doen. Open. Oké, wacht. Er zitten nog zakjes in, mama. Mensen toch. Maar oké. We gaan beginnen met de groene. Oh. Ik kijk altijd zo naar YouTube-filmpjes en dan knettert dat zo af. En hopelijk met deze ook. Deze knettert niet zo hard. Of toch wel? Oh. Misschien hoor je het niet, maar het knettert een beetje. En dit, zo ziet het eruit. Ah. Lekker inkneten. Kan je even dat doosje laten zien hoe ik er in druk? Oké. Ik ga even de zak even opzetten. Ik ga een beetje naar beneden. Oké. Oké. Wat is het? We gaan het even nog inkneden. Oh, dat voelt echt zo goed. Maar op naar de volgende slijm. Maar ja, die andere kleur. Ik ga deze even terug inpakken. Zo. En dan gaan we naar deze. Wow, die ziet er lekker cool uit, ja. Gaat deze hard knetteren? Hopelijk wel. Zo ziet hij eruit. Echt super cool. Maar oké. Op naar de volgende. Het volgende is een Lost Fries. Je hoort er dus eigenlijk niks van. Lost Fries. Oké, we gaan ze eens openmaken. Ach. Dat is echt altijd van die moeilijke verpakkingen. Ja, wacht. Hoe moet je het open doen? Is hier nog eens een ding of zo? Wacht, hier. Precies.
Ik weet hier echt niks van. Ah nee, hier. Jongens, ik heb het. In elk geval, ja, ik heb met die rechter geen plaats aan de spreek. En dat zijn heel andere dingen. Mop. Zo. Ja, oké. Dit gaat. Hé, briefje in precies. Ik moet lekker doen, nou, hè? Het ziet er wel een beetje raar uit, maar... Ja, met een zijde kunnen komen. Er zit ook een kaartje tussen. Ah, nou, heb je al meer gedaan? Oké. Ah, dat wist ik niet. Hier, hè. Zo. Het is weer af, nu moet je dit nog kunnen... Oké, dit nu. Amai. Vervelend, hè? En dan moet je nog zo'n pieter eentje openmaken, hè? Ja, deze week niet. Volgende week zijn wij ook volgende week. Misschien de week erop of zo. Maar. Oké, hier. Oké, jongens. Oké, het is eraf. Nog een kaartje op. Zoiets. Alles valt op de grond. Het laatste, en dan zijn we er. Zo, ik ga even zo weer openmaken. Echt zoveel, amai. Zo, en nu kunnen we het allemaal aftrekken. Oké, en nu moet je het denk ik openmaken. Of hoe werkt het denk ik? Oké, open. Het eerste dat ik heb is dit. Hier zit iets in. Hier zit eigenlijk een... Ja, een... bol. In. Oei, oh, het is verschil. En... Amai. Een hele... Boel. Oké, we gaan beginnen met dit open te maken. Nee, ik moet niet beter. Ja, ik heb hem met de mensen gehoord. Ja, ik wil nou wat zeggen. Oké. Het komt. Ja, ik zie het. Dit is het babytje. Ja. Jongens allemaal gaan verlopen. Dan kijk je dan. En echt veel schattigheid. Kan je met een trein naar toe naar komen, hè? Met die kaarten, hij gaat dat kaarten kunnen. Die gaan dingen hebben, Simone. En het babytje hebben we al. Het hier in het badje. Ah, ik had het. Want hij heeft met de mond vinden. En nu dit onderzoek. Voor een speciaal geneesmiddel tegen kanker. Dat komt uit Amerika. En toen zie ik jou een aanmerking. Oh, er zit nog iets in. Dan moet ik jou misschien opereren. Precies, weer al een baby. Nee. En dat is tegen veel te klein voor. Deze hoort hem. Ja, en alles aan met en dan moet ik misschien. En dat is. Zo'n stem laten zien. Dit? Zo schattig. Leg ik ook in het doosje. Oh, er zit nog iets in. Amai. Mensen toch? Ik kom als ik altijd een trainer verzamel, denk ik, toen dat ik zei, oh, dat is niet meer, toch ja, oké.
Ik ga geen loterij. Waarom denk ik? Ik weet het niet. Dit? Als mijn lek, met alles kwijt, dat is in de verzamelaar, want ik weet eigenlijk niet wat dit komt is, maar dit? Dat komt een auto mee, maar anders komt een traan. Het laatste, ik denk toch het laatste. Wat is het groot? Is dat wel een kaart kan aan? Oh. Dat mag niet. Amai, jongens. Het laatste is echt moeilijk. Wacht, ik heb het opengekregen en dit is het dan geworden. Dus we hebben, ja, dus we hebben dit. Met dit, ik ga hem lekker hier in doen. Zo. Hebben we dit babytje hier. En dan gaan we hier ook in doen. En dan nog dit, dat ik niet weet wat het is. Dan ga ik gewoon rond het hoofd doen. En op naar de volgende. De volgende is dit. Amai. Hier zijn er allemaal ringetjes. Die gaan we even open doen. Dit ziet er echt speciaal uit, precies. Oké, ik heb het open gekregen. En hier zijn al van die ringen. Ja, cool. Ik heb hier nog zo'n klemmetjes. Nog zo'n ring. Nog zo'n ring. Wow, en nog zo'n klemmetje. En dan hebben we een andere kleur. Zo. Nog zo'n ring. Maar dan is het roze. En dan hangt een roze. En een handje als ring. Hebben we nog een groene zo'n ring. Nog zo'n ring, maar dan in het blauw. We hebben hier nog een klemmetje van bloemen. En nog zo'n handje. Maar zijn er veel dezelfde. Klemmetje zo weer. We hebben nog zo'n handje. Nog zo'n handje. Een groot ring met een hartje. Een klemmetje in het rood. En nog zo'n grote ring. En dan het roze. We hebben hier nog gelukkig een paar andere ringen. We hebben zo'n ring, een blauwe. We hebben zo'n ring. Amai, er belt iemand aan de bel. Ik ga even open doen. Ja. Jongens! We hebben een pakketje voor onze buren. Ik heb hier even op de grond. Oké. Je hebt nog zo'n klemmetje. En zo'n vlindertje. Ik heb een kees bij, hè? Oké. Wat heb je nog? Ringen en al. Amai, kijk, nog een hele zak. We hebben hier een ring van een handje. Oh ja, een ander handje wel nu. Ik moet zeggen, was van de proost ik heb aan. En hier nog een klimmetje. We zijn er ook nog een hartje. En
hier zijn nog twee dezelfde handen. Zo'n haartje. Zo'n klemmetje. Dan een paard. Zo'n ring. 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 Met een haartje. Een klemmetje. Een stadje. Een ring met een handje. Of zo'n klemmetje. Een bloemetje. Een klemmetje. Een klemmetje. Een vriendetje zo in. En zo in. En dan hebben we nog allemaal van die klemmetjes. Hier hebben we nog een ring, klemmetje en een klemmetje. En dit waren alle ringen, klemmetjes en al. Oké, op naar de volgende. Ik vind het iets van te draaien hier, of heb ik dat gezien? Nee. Is dat al gezien? Het is plakband. We gaan het even openmaken. Het is open geraakt. Even allemaal. Sorry. De eerste plakband is er zo in. Mooie glittertjes. Tweede plakband. Deze. Het is een beetje wit. Derde plakband. Deze. En de mooiste en de laatste is deze. Hé, je hebt nog groetjes. Oké, jongens. Even terug een beetje zo zitten. Oké. Het volgende is... Wat is dit? Een lampjesol! Oh, wat een cool ding. Ik heb nog nooit een lampjesol. Ik heb het echt gehad. Alleen eens een keertje bij mijn vriendin op haar verjaardagfeestje, op haar slaapfeestje. Ze mocht maar drie vriendinnen uitkiezen, waren ik, Hanne en Juna. En zij zelf Lana. En jullie hebben die alles een keertje op video gezien. En daar hebben ze wel dingen. Ik ga even een schaar pakken, hè. Hij is open! Dat is wat ik wil. Ja? Oké, wacht. Oké. Ik ga terug op de grond zitten. Oké. We hebben hier... Ah, hier zijn we nog.
Dit is denk ik de lijn. En dat moet hierin. Ben ik zeker van. Zo. Het moet wel eerst warm worden. Nee, het is wel een elektrisch. Oké, het zit erin. Ik kan er niet meer uit doen. Hij zit erin. Alleen nu nog in de preset. Oké, kijk even. Zeg. Oké. Zo. Het is los. We gaan het nu even in de preset. Terwijl het in het preset, dit is nog een lijn, maar als die op is, dan kunnen we deze nog doen. Dan, maar ja, het zit nu in de preset, als het warm is, dan gaan we het gebruiken. Maar nu, tot hij klaar is, gaan we de volgende doen. Oké, de volgende. Het zijn fluo-stiften. Oké, ik heb ze opengemaakt. Deze hebben we. We hebben de deze. En dan nog de deze. Oké, ik ga even een blad halen. Om te... Jongens, het werkt al. Oké, ik ga het hierop testen. Ja, het werkt ook al, hè. Ik ga het hier op testen. Ik zie het van hier. Dit is slam, jongens. Dit is slam. Oh my god, jongens. Oh my god. Ik ga het... Oh, het moet echt niet stoppen. Oké, jongens, ik weet niet zo goed als het zo goed is, maar dit is het geworden dan, hè. We hebben hier een stukje lijn. Oké, misschien kunnen we hier er iets van maken. Ik ga proberen om een hartje te maken. Nog steeds hierop. Oké, ik ga even... Jongens, ik heb hier een hartje opgemaakt. Ik ga het direct drogen. Oké, het kan er al af. Hopelijk gaat het eraf. Oké, we hebben hier een lijn. Oh my god. Echt het leukste ding ooit. Oh. Oh my god. Maar oké. Okay. Ik ga het even gaan zon doen, hè. Wat zijn we allemaal doen? Ben jij een blad in? Ja, graag. Ja, graag. Moet blij. Ja. Oké, we gaan nu deze stift uittesten hier. Ik krijg direct een blad. Oké, ik ga je kleurblad pakken, want ja.
pak je een blauwe pakken. Want hier gaat de blauwe op. Oké, ja. Daar. Oké, zo ziet het eruit. Nu de rode, roze, oranje. Ik weet niet welke kleur. Maar we gaan dit testen. Oei, deze werkt niet zo goed. Het is pas nieuw. Maar dit is de kleur. Nu ga ik ze nog eens een keertje allemaal op het wit blad doen. En nu nog de roze. Hopelijk werkt deze wel. Oh ja, deze werkt. Oké, okay, nu op een wit blad allemaal. Even weg. Wit blad. Oké. Okay. Zo. Oké. Zo, we gaan nu deze. Oké. Okay. Deze. Oké. Okay. En de laatste. Wow. De blauwe. Op de lijn. Die heb ik niet nodig. De blauwe. Die ziet er zo mooi uit. En dit zijn de kleuren. Oké, heel mooi. Oké, op naar de volgende. Wacht, hè. Oei, deze is van mijn zusje. Die mag ik dus niet open doen. Dus dit is die van mij. Ze komt ook van de Dreamland. Oké. Okay. Even zo scherp, hè. Oké, okay. De schaar. We gaan dit openknippen. Oké. Zo. Ah, is echt... hard. Oké, ik heb het. Het ziet er heel cool uit. Meer dan speciaal. Oké, ik heb het. Het is echt heel hard plastic. Oh my god. Ik ga gewoon een klein stukje pakken, want... Oh. Zo. Dit is het klein stukje. Het is best wel hard. Misschien moet ik een lijm op doen. Hoe zou dat voelen? Of zou ik niet eerst de plakbanden uittesten? Hier, dit ruikt vies. Oké. Ik ga hier ook mee. Oké, jongens, ik ga ze gewoon allemaal bij elkaar kneden.
samen zijn we heel veel geworden door dit, maar het is echt hard klei hoor. Hey Sarah. Sarah? Ja? Er was voor een herhaling vatbaar bij oma Noos van de Winkelen? Oeh. Wow. De klei was echt super cool. Ik heb... nu is hij meer kneedbaar. Je kunt ermee... Ja. Oh, die ziet er zo cool uit. Kijk. En stuit het die ook? Wacht, we gaan het eens uittesten. Maak je dingen niet van, hè? Ja. We gaan het eens uittesten als het stuitert. We gaan het eens uittesten als het stuitert. Komen jullie mee met mij? Oké. Het stuitert niet. Al zo erg. Het stuitert niet. Spijtig. Spijtig genoeg stuitert het niet. Echt spijtig, maar het is wel heel kneedbaar en heel leuk, echt waar. Hier ga je ook gewoon even mee spelen en dat is echt super kneedbaar, zoals jullie zien. Ah, halleluja, halleluja. Maar spijtig. Het stuitert niet. Ik had zo gedacht dat het stuiterde. Voor de klei is dit nu als het niet stuitert. Maar oké, op naar de volgende. Ik wil zo echt de hele tijd mee spelen. Het ziet er echt zo. Dit koop je Dreamland. En die twee kleine gele en die groene ook. En al die diamanten en zo ook. En de lost prize ook. Ja. Ik denk toch dat we naar de volgende moeten. Ach, oké. Water zie je en dan kan ik hier echt zin in. Dankjewel, God. Even water drinken. Dat moest echt wel. Ik leg hem nu even naast mij. Met mijn handen. Oh, ja. Ik ga zo zoiets uittesten. We gaan ze eens open doen. Dit zijn ze. Ik ga ze eens uittesten. En dit is het dan. De roze, de oranje, de blauwe en de gele. Maar oké. Op naar de volgende. Oké, oh my god, deze kleur is echt fantastisch.
Oh, die is zo zacht. En die kan je ook echt super lang uittrekken. Eit. Kapot. En ook zo aan die kleintje. Als je het goed ziet. Kijk. Dan ziet het ook er mooi uit. De meeste van jullie wonen ook in Turnhout. Want de meeste die mij geabonneerd hebben, zijn ook vriendinnen. Dus ja. Jullie weten misschien waar Dreamland is. Maar dit koop ik dus in Dreamland. Helemaal aan het achterste rij. Waar meestal van die kamers zijn, hè. Aan die achterste rij, waar dan daar die rij is met die spelletjes aan die achterste rij. Oké? Anders bij de andere Dreamlands van andere stappen. En wie geabonneerd heeft op mij en die woont niet in Turnhout bijvoorbeeld. Misschien in Gorent of zo. Ja, Alicia woont in Gorent. Ja, dat weet ik. Of in Antwerpen of zo. Schrijf het dan in de comments. En Alicia, jij moet het niet doen. Je mag wel iets schrijven als je wil. Maar die ene die ik nog niet weet. Jullie mogen dat in de comments schrijven. Want ik heb niet zomaar 17 kinderen van mijn school of die ik ken die mij geabonneerd hebben, hoor. En misschien kennen jullie haar niet, maar Fleur, jullie kennen haar denk ik al zeker niet. Misschien sommige kinderen wel in de school, maar de andere niet. Fleur, als je kijkt, als je geabonneerd hebt op mijn kanaal. Like en abonneer alsjeblieft. Alsjeblieft. Je bent mijn beste vriendin. Echt waar. Ik heb Fleur al van mijn geboorte. Dus dat is mijn beste vriendin. Ik heb nog zelf een foto toen in 2008. Toen ik net dat jaar. Dat is mijn geboortedatum. 2008 was iets in september. En wij hebben al een foto van die leeftijd, dus al 8 jaar geleden of zo. Nee, 9 jaar geleden, want ik ben 9 geworden of zoiets. Ik weet het echt meer. 8 jaar en een paar dagen. Een paar veel dagen. Maar oké. Ah, deze dingen doen echt pijn aan je oren. Al iets te strak zijn. Oké. Ik ga ze nu even gewoon uithalen, want anders is het veel te lang en dan komt het niet zo rap op YouTube. Dus we hebben deze nog, deze plakband. Hier, ik kan het even open doen, zo. Hehe. Oké, ik heb het open gedaan. Ja, goed zo, Sarah. Ah. Zo. Zo, ik het open te doen. Ja, Sarah is goed. Ja, ja, goed zo. Hè. En trouwens, ja, dankjewel. Ik weet het wel dat ik goed ben. Is er dat thuis? Oké, hopelijk krijg ik het open, of anders kunnen jullie het gewoon zo zien. Oké, jullie kunnen het gewoon zo zien. Oké, en dan nog dit. Oké, zo klaar. En dan heb ik nog dit allemaal. Deze pennen. Maar dat ga ik in de volgende video laten zien.
en like en abonneer. Tot de volgende video en... Lekker! Oké, wacht. Oh, dit is zo zacht. Mijn hele wang. Dan zou ik de andere wang op doen. Oké, ik ga proberen om water op te doen. Een experiment. Een cool experiment. Ja, een klei erop zetten en een beetje. Ja. Ik ga echt niet meer van drinken. Maar... Oh my god, mijn hele gezicht. Toch doe ik verder. Oké, like en abonneren. En tot de volgende keer. Ik ga me afwassen.